Welkom en fijn dat u kijkt naar dit partnerwebinar van PensioenPro in samenwerking met BlackRock Nederland. Mijn naam is Tom Jessen en wij gaan het komende uur praten over het nieuwe pensioenstelsel. Dat is een onderwerp waar u al lange tijd ongetwijfeld mee bezig bent. U weet dat veel collega's van u daar ook al lange tijd mee bezig zijn, omdat het volop in ontwikkeling is. Er gebeurt veel en een van de partijen die daar ook mee bezig is, is het Philips Pensioenfonds. En zij zijn samen met BlackRock vandaag de gast in dit partnerwebinar om u alles te vertellen over de ontwikkelingen en ook vragen te beantwoorden die u misschien wel heeft. Ik ga je voorstellen aan de gasten. Drietal sprekers gaat u in de komende minuten horen. Dat is allereerst vanuit het kantoor in Londen. Jens van Egmond, hoofd LDI Strategie Europa bij BlackRock. Hij is nu niet op het kantoor, maar werkt daar wel. Dus vandaar dat hij vanuit daar inbelt. Welkom Jens, goed dat je er bent. En hier bij ons in de studio is zijn collega Roland Linsen. Welkom. Hoofd Whole Portfolio Servicing Nederland bij BlackRock. Goed dat je er bent. En namens het pensioenfonds van Philips is Anita Joosten Hendricks bij ons. Welkom. Directeur beleggingen daar en ook lid van het uitvoerend bestuur. Goed dat jullie er zijn. En fijn dat jullie de tijd hebben genomen om met ons over dit onderwerp te praten. Misschien eerst maar eens eventjes, Anita, bij jou beginnen. Ik zei al in mijn introductie, er gebeurt veel. De ontwikkelingen volgen zich ook best wel snel op. Wat is de stand van zaken op dit moment? Wat de stand van zaken is bij de pensioenfondsen, bedoel je? Precies. Moeilijk om iets te zeggen waar alle pensioenfondsen staan. Van een aantal pensioenfondsen weet ik het wel, maar kan moeilijk namens iedereen spreken. Wat in ieder geval wel zo is, is dat er op alle pensioenfondsen, ik denk een van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia op ze afkomt. We gaan een transitie tegemoet die ongekend is. En daar zitten een aantal grote uitdagingen in. Een van de uitdagingen ligt op het besluitvormingsproces. Je ziet dat veel partijen betrokken zijn bij de besluiten die moeten worden genomen. Sociale partners, bestuur, verantwoordingsorgaan, ieder met een eigen rol. Hoe ga je zorgen dat ieder de besluitvorming op tijd laat plaatsvinden en ook afstemt op wat de ander moet doen? Dat is een grote uitdaging. En de andere uitdaging zit op alle operationele voorbereidingen die daarvoor moeten plaatsvinden. Je hebt natuurlijk de keuze uit twee contracten. Wat we zien is dat als je zou kiezen voor het flexibele contract, dat er met name aan de vermogensbeheerkant van alles moet gebeuren. En ga je toe naar het solidaire contract, dan gaat het meer over het toedelen van rendementen. Dat zit meer aan de pensioenadministratiekant, waar je dan al die toedeelregels op een goede manier moet inregelen. Dus hoe dan ook, grote uitdagingen. Precies. Hoe is het, want dit is natuurlijk iets waar je dagelijks mee bezig bent. Als je het betrekt op jullie dagelijkse praktijk, hoe is het sentiment dan onder al die ontwikkelingen waar je over na moet denken en beslissingen over moet nemen? Het sentiment, nou, wat we vooral aan het doen zijn, al meer dan een jaar, is eigenlijk vol in de actiemodus. We zijn al vorig jaar zomer zijn wij gestart met een heel projectmatige aanpak, waarin we alle verschillende onderwerpen aan het uitwerken zijn. Dus aan de ene kant het besluitvormingsproces. Waar gaat het bestuur over? En welke besluiten kun je nu vooruitlopend op die wetgeving en ook vooruitlopend op de contractkeuze door sociale partners, wat kun je dan al besluiten? Ook een stukje informatieverstrekking aan sociale partners. En heel concreet uitwerken van het operating model. Hoe gaat het werken in de praktijk? Precies, allemaal onderwerpen waar we vandaag over gaan spreken. Je zei al terecht van hoe het bij andere pensioenfondsen gaat, dat kan ik niet beoordelen. Maar dat kunnen we natuurlijk wel aan u vragen. Werkt u bij een pensioenfonds, dan is deze vraag zeker voor u. Stem mee, dat werkt allemaal vanzelf in de chat. Vraag is heel simpel. Hoe ver bent u met de voorbereiding? En u ziet dat u kunt kiezen uit verschillende opties. Bent u nog bezig met de contractkeuze, dan klikt u daarop. Bent u bezig met de operationele uitwerking, door Anita al genoemd, dan kiest u daarvoor. En bent u nog aan het wachten op de keuze van de sociale partners, dan kunt u uiteraard daarvoor kiezen. Ga uw gang, we kijken zo meteen naar het beeld. Ik denk dat jullie dat ook, in ieder geval dat jullie daar nieuwsgierig naar zijn, wat daar uitkomt. Nog even over die voorbereiding, want dat vind ik wel interessant. Waar leg je nou met zo ontzettend veel werk en ook een grote verantwoordelijkheid de nadruk op nu in deze voorbereidingsfase? Waar leggen we de nadruk op? Ja, wat ik net al zei, eigenlijk op twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant echt besluiten. Hè, we krijgen dadelijk een verzoek van sociale partners. Wij willen dit contract uitvoeren en wij willen al dan niet invaren. Waar je nu al over na kunt denken, als dat verzoek er komt, hoe wil je dan gaan invaren? Hoe ga je het vermogen verdelen? Dus al die vraagstukken waarvan je al weet dat die dadelijk op je bordje komen, kun je nu al een standpunt over gaan vormen.
Dus dat is één punt waar we nadruk op leggen. En heel concreet uitwerken, hoe gaat het in de praktijk werken als contract X of Y eruit komt. We hebben met name voor het flexibele contract hebben wij het hele operating model al in detail uitgewerkt. Omdat dat contract, ja, hoe dat er juridisch uitziet, dat was al langer bekend. Mm. Dus daar konden we al stappen maken. En ook omdat we daar grote uitdagingen zagen aan de vermogensbeheerkant. Waar je toe moet naar een vorm van beleggingsfondsen, administratief of hoe dan ook. Het solidaire contract, daar zijn we nu mee bezig om dat in detail uit te werken. Hoe dat in de praktijk gaat werken, wie doet wat van je uitbestedingspartijen. En op welk moment. Ja, en je doet het natuurlijk niet alleen. BlackRock is een van de partijen die natuurlijk als partner meegenomen wordt door pensioenfondsen in dit hele verhaal. Jullie zijn ook partner van het Philips Pensioenfonds. Wat is jullie rol, Roland, in dit proces? Ja, BlackRock is een dienstverlener op het gebied van vermogensbeheer en advisering over inrichting van beleggingsportefeuilles. We zijn ook een wereldwijde speler, dus het nieuwe pensioencontract heeft meer individuele elementen, hè, wat ook wel defined contribution wordt genoemd. Nou, DC is iets wat in buitenlandse markten al wat meer gemeengoed is als in Nederland, dus we kunnen die expertise gebruiken en in Nederland toepassen. En we kunnen helpen met het meedenken over de beleggingsoplossingen aan de kant van het vermogensbeheer. Maar ook meedenken over wat het betekent meer aan de achterkant van het operationele model. En hoe je dat gaat implementeren. En dat doen we niet alleen samen met het Philips Pensioenfonds. Maar vanuit het oogpunt van het pensioenfonds gezien zijn er natuurlijk meerdere service providers. Zoals een custodian of een beleggingsadministrateur. Of een pensioenadministrateur. Wij werken samen met alle zeg maar, stakeholders in dat proces om Philips Pensioenfonds te begeleiden. Hartstikke goed. Belangrijke rol die jullie daarin spelen. Uitslag hebben wij inmiddels binnen van de vraag die we net aan u hebben voorgelegd. Laten we daar eens eventjes naar kijken. Hebben jullie enig idee wat daar een beetje als favoriete keuze uitkomt? Kunnen kijken? Nou, het is aardig verdeeld. Divers. Wat zeg je? Diverse ja. Uitslag had ik verwacht. Ja, nou dat is denk ik ook wel uitgekomen. Hoe ver bent u met de voorbereiding? Nou, als we dan in ieder geval één antwoord moeten aanwijzen dat de meeste stem heeft gekregen, u ziet het. Dan is dat we wachten op de keuze van de sociale partners. Maar het beeld is verdeeld, het veld is verdeeld. Wat is jouw eerste reactie, Anita, als je dit ziet? Ja, ik denk dat het hangt natuurlijk af van waar staan sociale partners en ook wat is de beoogde ingangsdatum. Hoe dichterbij die ligt, hoe sneller je eigenlijk al moet overschakelen naar ook operationele zaken uitwerken. Ja, maar dus ben je verrast door dit beeld wat je hier ziet of dacht je... Nou, het valt mij nog op dat een derde zegt bezig met de operationele uitwerking. We merken als we daar met andere pensioenfondsen over praten dat dat nog wat verder in de tijd gepland is dan de bestuurlijke afwegingen. Ja, hoe zie jij het, Roland? Wat ik net zei, ik had een soort divers plaatje wel verwacht. Het is iets wat wij ook wel zien, omdat we heel veel pensioenfondsen als klant hebben. En dan zie je ook dat veel fondsen een beetje verschillende stadia zitten. Inderdaad, dat aantal fondsen al zover zijn in de voorbereiding had ik dan niet helemaal verwacht. Maar okay. Het sluit wel redelijk aan bij mijn beeld. Okay, goed om in ieder geval dat te zien. Dank ook voor uw stem, zodat we daar ook in ieder geval een beeld bij hebben. Dat kunnen we meenemen in het vervolg van dit webinar. Anita, je hebt net goed uitgelegd hoe die voorbereidende fase eruit ziet en wat afwegingen zijn. Als je nou iets verder uitzoomt en je kijkt eigenlijk naar het hele proces, wat zou je daar dan over kunnen delen, hoe dat eruit ziet? Het hele proces. Wat het hele proces uiteindelijk is opgehangen aan aan een plan van aanpak. Van wat moet er allemaal gebeuren? Wat zijn alle stappen die nodig zijn om te komen tot de transitie naar het nieuwe stelsel? En hoe we dat hebben aangepakt is door het hele project op te knippen in allerlei deelprojecten. Door werkstromen te gaan benoemen. Eén werkstroom richt zich op de transitie, dus wat zijn alle belangrijke transitievraagstukken, zoals invaren, compensatie van afschaffing doorsnee. Ook een deel wat zich richt op de inrichting van het vermogensbeheer, op de inrichting van de pensioenregeling, een stukje operating model. Dus alle onderwerpen die voorbij komen, die moeten ergens belegd worden en aangepakt worden. Precies. En als je kijkt naar jullie specifieke rol op die verschillende onderdelen, hoe zou je die dan omschrijven? Ja, we maken deel uit eigenlijk van twee werkgroepen. Eén werkgroep is vermogensbeheer. En dat kun je eigenlijk weer onderverdelen in twee takken. Eén is meedenken over beleggingsoplossingen. Het andere deel gaat over de verdere uitwerking van het operating model.
Dat is één tak. En de andere tak is rapportages, omdat het operating model bepaalt eigenlijk ook in vrij grote mate welke informatie je kunt krijgen, wat je vervolgens kunt rapporteren aan het pensioenfonds. Dus je kunt een rapportage niet loszien van het operating model. En daar denken we ook met het pensioenfonds mee. Ja. We willen vandaag graag een aantal onderwerpen met u bespreken. We hebben dat opgedeeld in verschillende blokken. Het eerste blok dat we met u willen bespreken, dat gaat over de renteafdekking in dat nieuwe pensioencontract. Natuurlijk is het zo dat iedere klant en iedere case weer net wat anders is. Maar wij denken toch dat er een aantal zaken zijn, een aantal lessons learned zijn, die voor iedereen interessant kunnen zijn. Renteafdekking in het nieuwe pensioencontract is dat. En ook de operationele invulling daarvan. En daarover gaan we het hebben in dit eerste blok. En daarvoor gaan we naar Londen, naar Jens, die u eerder al zag. Nou is het zo, Jens, dat in dat nieuwe pensioenstelsel de expliciete pensioenverplichtingen vervallen. Maar de verwachting van de deelnemers blijft natuurlijk wel onveranderd. Namelijk die levenslange uitkering. Dat is logisch. Zo staat het natuurlijk ook in de pensioenwet. De vraag die ik er eigenlijk bij heb is van hoe zijn nou die twee componenten met elkaar te rijmen? Ja, het is precies zoals je zegt. Aan de ene kant kan je wel zeggen dat de juridische verplichting vervalt. Maar uiteindelijk zullen de deelnemers er niet een heel grote boodschap aan hebben, hoe je het ook noemt. Mensen verwachten toch dat er elke maand een bedrag op hun rekening binnenkomt. En daarom denken we dat renteafdekking of LDI een plaats zal hebben in het pensioenstelsel, ook in het nieuwe pensioenstelsel. Maar dat de precieze inrichting ervan wel degelijk gaat veranderen. En daar zijn we al een tijdje over met Anita in gesprek. Exact. Dan is het zo dat de toekomstige invulling van die LDR-portefeuille, dat draait eigenlijk om vier kernpunten. Stel voor dat we die vier kernpunten eventjes erbij pakken en bespreken. Als eerste de looptijdsverdeling. Wat is daar nou eigenlijk belangrijk? Ja, de looptijdsverdeling betekent hoeveel willen we straks rente afdekken voor verschillende generaties. En er lijkt redelijke consensus te bestaan dat voor oudere generaties daar een hoog afdekkingspercentage komt om een stabiele pensioenuitkering te waarborgen. Maar voor de jongeren is er een reken consensus dat het een lager afdekkingspercentage is. Er zijn er wel meningen die verschillen of dat lage afdekkingspercentage voor jongeren of dat nul moet zijn, of dat je toch wel een beetje moet afdekken. Maar omdat de jongeren niet zo heel veel kapitaal hebben, is dat nog niet de belangrijkste vraag. Dus de sleutel voor hoe je de overal portefeuille inricht zit echt in de middengroep. Deze groep heeft, dus 40, 50ers. Die heeft doorgaans veel meer vermogen dan de jongeren, maar hun pensioenuitkeringen liggen veel verder in de toekomst dan van de ouderen. Dus er zit meer renterisico in. En natuurlijk naarmate een deelnemer dichter bij pensionering komt, is het van belang dat de renteafdekking geleidelijk steeds meer op die van de oudere groep gaat lijken. Zodat je niet te afhankelijk bent van de rentestand op een bepaald punt in de tijd. Dus feitelijk zijn er een paar keuzes te maken. Wat is het afdekkingspercentage voor ouderen? Vanaf welke leeftijd wil je eigenlijk beginnen met renterisico afdekken? En hoe ziet dat ingroeipad eruit, zeg maar, van dat beginpunt naar het punt als je gepensioneerd bent? Dat zijn de drie variabelen waar je eigenlijk over moet nadenken als pensioenfonds. Precies, en dat zijn interessante vragen. Op basis waarvan maak je nou een keuze bij die beslismomenten? Ja, dat hangt uiteindelijk direct samen met je risicorendementsoptimalisatie in je beleggingsbeleid. Dus voor ouderen geldt natuurlijk meer stabilisatie van de uitkering. Dus hoeveel risico wil je er überhaupt in toestaan? Hoeveel volatiliteit kan je daar eigenlijk in verkopen aan je deelnemers, moet je kunnen zeggen. En wat is gewenst? Terwijl als je jonger gaat kijken, dan wordt het iets meer een vraagstuk van als ik nominaal afdek, haal ik dan niet te veel inflatierisico binnen voor die lange termijn? 1. En 2. Kost het me niet te veel vermogen wat ik dan aan vastrentende waarde moet uitgeven, terwijl ik liever in groeiassets beleg. En dat zijn de trade-offs die je wilt maken. Nou, er zijn ook wel wat oplossingen voor waar die keuzes wat minder scherp zijn. En daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja, eerst misschien interessant om even te kijken, Anita, hoe jullie tegen dit specifieke punt aankijken bij het Philips Pensioenfonds. Ja, ik kan me aansluiten bij wat Jens zegt. Uiteindelijk gaat het er met name om dat je voor ouderen of voor gepensioneerden relatief veel renterisico wil afdekken. Dat is evident. Voor jongeren kan dat veel beperkter. En dus het focust met name ook wat doe je vanaf leeftijd 50, 58 als je richting pensioendatum gaat. Hoe ga je het dan doen? En daar heb je ook nog
ja, je hebt eerst de keuze hoeveel risico wil ik afdekken, maar je kan dat ook nog op verschillende manieren doen. Je kunt of mensen al in de laatste 10 jaar voor hun pensioen langzaam laten ingroeien in een uitkeringscollectief. In de flexibele premieregeling kon dat altijd al. Dat lijkt in het solidaire contract ook mogelijk te zijn. Of je gaat het binnen de beleggingsportefeuille op een of andere manier oplossen. Maar je wil niet dat mensen de laatste paar jaar voordat ze met pensioen gaan enorm onzeker zijn over wat die uitkering wordt over 2, 3 of 4 jaar. Precies. Dus dat zijn allemaal belangrijke afwegingen die je moet maken. En ook relevante vragen die daarbij je horen. Jens, tweede kernpunt. Dat werd eigenlijk al een paar keren genoemd. Natuurlijk de keuze tussen de verschillende contracten die je hebt. Uiteraard het solidaire contract en dat flexibele contract. Hoe ga je daar te werk? Ja, en zoals Anita al zei, is de keuze bij Philips Pensioenfonds nog niet gemaakt. Hè? Ze bereiden zich voor op alle scenario's. Nou, dat heeft wel wat gevolgen. En puur vanuit portefeuille management oogpunt is de keuze met name relevant met betrekking tot onderpand. Anders dan de naam doet vermoeden, is het flexibele contract enigszins beperkend in dit opzicht. Een goede renteafdekking voor alle looptijden kan eigenlijk alleen succesvol worden geïmplementeerd door de portefeuille op te splitsen in deelportefeuilles. Maar dan kan je geen centrale onderpandpool gebruiken. Dus dan moet je daar iets meer rekening mee houden. Dit in tegenstelling tot het solidaire contract, die in lijn met de naam eigenlijk voorziet in het delen van onderpand over alle onderdelen van de portefeuille. Er zitten geen juridische schotten tussen. Ja, daarom denken wij dat de LDI-portefeuille in het solidaire contract meer zal lijken op de huidige portefeuilles dan in het flexibele contract. Er staat echter tegenover dat de deelportefeuilles in dat flexibele contract, die kan je heel doelmatig inrichten, specifiek voor bepaalde groepen deelnemers. En als je daar het juiste herbalanceringsbeleid aan toevoegt, dan kan je dat, het feit dat je onderpand niet kan delen, dat kan je dan prima beheersen. Dat vergt gewoon wat meer werk aan de operationele kant, maar daar kom je wel uit. En dus de tegenstelling is daarom iets minder scherp dan het lijkt. Vooral omdat je ook nog een keuze kan maken in het solidaire contract omtrent het beschermingsrendement. En die speelt daar ook nog in mee. Precies, en dat beschermingsrendement, dat is het derde kernpunt dat we bespreken. Theoretisch rendement en daadwerkelijk rendement. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat is echt heel belangrijk. De keuze voor het beschermingsrendement is behoorlijk invloedrijk. Omdat het eigenlijk bepaalt wie het risico en rendement krijgt van een groot deel van de portefeuille. Een keuze voor het theoretische beschermingsrendement zorgt ervoor dat ouderen eigenlijk nauwelijks risico lopen, anders dan de bewust gekozen risico's, zoals rente- en aandelenrisico. Het voordeel hiervan is dat er voor gepensioneerden heel precies op het risicobudget kan worden gestuurd. Maar het nadeel is dat alle fricties tussen de praktijk en de theorie, die worden feitelijk doorgeschoven naar volgende generaties. Nou, voor een deel zijn dit beloonde fricties. Hierbij kan je denken aan de spread van credits en hypotheken ten opzichte van de swaprente. Dus dan gaan risico en rendement die gaan samen door. Maar er zijn ook onbeloonde fricties, zoals bijvoorbeeld de negatieve spread van Duitse staatsobligaties, de impact van een eventuele UFR, of implementatieverschillen in looptijden en binnen bandbreedtes, als je bijvoorbeeld niet gelijk over de curve afdekt. Dus deze risico's schuiven allemaal door naar volgende generaties. Dus de theoretische methode klinkt heel simpel, maar heeft nogal wat implicaties. Nou, dan heb je de werkelijke methode. En die is op het eerste gezicht iets ingewikkelder, omdat je eigenlijk meer dan één LDI-portefeuille nodig hebt om goed te sturen. Net zoals ik net noemde in het flexibele contract. Onderpand kan je echter nog steeds delen met het collectief. En de portefeuilles kunnen heel doelmatig worden ingericht. Nou, het meest treffende voorbeeld daarvan is dat credits en hypotheken, waarvan de looptijd het meest overeenkomt met de beleggingshorizon van ouderen, direct kunnen worden ingezet om een hoger rendement te genereren voor deze groep, voor de ouderen. In plaats van natuurlijk dat je het doorschuift, wat gebeurt bij die theoretische rendementskeuze. Voor de jongere generaties kan je dan een aparte LDI-portefeuille samenstellen met langere looptijden en meer kapitaalefficiëntie, maar daar zit dan minder spreadrendement in. Nou, de grote vraag die pensioenfondsen moeten beantwoorden is dan ook: welke generatie krijgt het spreadrisico en het spreadrendement van de credits en hypotheek, waar eigenlijk iedereen in belegt? En welke generatie dat dus krijgt, is eigenlijk direct afhankelijk van de keuze voor het beschermingsrendement. En daar hebben we nu een poll over. Ja, dat is een hele relevante vraag. Dus ook we zijn benieuwd hoe u daar naar kijkt. Vraag luidt als volgt. Zowel het spreadrisico als het spreadrendement van alle van credits en hypotheken moet worden toebedeeld aan. En dan mag u invullen de opties die Jens net al heeft genoemd. Jongeren
of ouderen. En terwijl u stemt, ben ik benieuwd, Anita, als we kijken naar dit specifieke punt, hè, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Ja, ik mis eigenlijk antwoord 3, beide. Oh, dat, ja. In mijn ogen zou je zowel ouderen spreadrendement en risico willen geven om, ja, omdat dat broodnodig is om een stukje koopkrachtbehoud ook na pensionering te realiseren. Dat extra rendement wat credits kunnen opleveren. En tegelijkertijd is het een additionele risico- of rendementsbron voor jongeren. Dus ik zou ook niet weten waarom je jongeren geen exposure naar credits zou willen geven. Precies. En als je kijkt naar het verhaal wat Jens eigenlijk daarvoor vertelde, hè, over dat rendement, beschermingsrendement. Wat is jullie visie daar dan op? Ja, eigenlijk, dat is nog niet besloten hoor, maar dat is wel de denklijn waar wij op zitten. Dat is eigenlijk een combi van de twee methoden zoals die in de wet staan. Om eigenlijk de best of both worlds voor elkaar te krijgen. In onze ogen zou je nog steeds met een 1 LDI-portefeuille kunnen werken en toch daadwerkelijk rendement kunnen toedelen. En hoe we dat voor ons zien is dat je voor ieder individu kunt uitrekenen, afhankelijk van het beschermingsrendement dat je wil geven, wat hij aan rendement nodig heeft. Dus iemand die 100% bescherming nodig heeft, ja, hoeveel toevoeging aan zijn potje is nodig om dat te realiseren. Voor iemand die 50% bescherming krijgt, hoeveel heeft die nodig? Dat kun je doen voor ieder individu. Dat kun je optellen tot een totaalbedrag. Stel voor dat er 100 miljoen nodig is aan beschermingsrendement. En je hebt je totale LDI-portefeuille. Die is afgestemd op al die looptijden. En die realiseert een rendement van 90 miljoen. Dan zou je kunnen zeggen, dan kan ik iedereen 1/19 geven van het individuele benodigde of theoretische beschermingsrendement. Dus stel dat je een wat oudere gepensioneerde hebt. Heel veel bescherming, maar een lage rentegevoeligheid. Stel dat hij 100 euro nodig heeft voor volledige bescherming. Dan zou hij 90 euro krijgen als je maar 90% van dat benodigde rendement hebt gerealiseerd. Een jongere is misschien veel minder beschermd voor 50%, maar heeft een enorme rentegevoeligheid. Heeft 200 euro nodig aan beschermingsrendement. Die zou dan 180 euro in zijn potje bijgestort krijgen. Als credits, hypotheek, et cetera, positief rendement opleveren, hetzelfde effect, alleen dan andersom. Dan krijg je niet 100 euro, maar 110 en niet 200, maar 220 euro. Dus wat je op die manier krijgt, is eigenlijk een combi van theoretisch en feitelijk beschermingsrendement. Waarin je niet die portefeuille hoeft op te knippen in allerlei deelportefeuilles. Dat lijkt ons inefficiënt en niet nodig. Maar ook niet het risico loopt van het theoretisch beschermingsrendement. Waar dan de mismatch bij een kleine groep potentieel belandt. En je daarnaast ook dat spreadrendement niet bij ouderen kunt laten landen. Of in mindere mate kunt laten landen. Precies, dus dit is de lijn waar jullie nu op koersen. Ja, zo zouden wij het voor ons zien in dat solidaire contract. Oké, okay. Ja. Het is interessant om dat ook te horen hoe die aanpak is. En zeker ook de afwegingen die jullie daarbij maken. Eén stapje terug, nog eventjes naar spreadrisico. Want we hebben u daar die vraag over gesteld. En we hebben de uitslag inmiddels binnen, dus die deel ik graag met u. Zowel het spreadrisico als spreadrendement van credits en hypotheken moet worden toebedeeld aan, u ziet het staan, jongeren 55% en 45%. Voor de ouderen. Roland, heb jij hier, als je dit ziet, meteen een gedachte bij? Ook hier heel divers beeld, hè? Beetje 50-50, zeg maar. We hebben een genuanceerd publiek. Dus een genuanceerd publiek tekent dat hier toch nog wel een discussie over nodig is. Ja. Jens, ik ben ook even benieuwd, hè, want jij opperde deze vraag. Hoe kijk jij naar deze uitslag? Nou, het geeft vooral aan dat denk ik niet iedereen dezelfde keuzes gaat maken bij de inrichting van een portefeuille. Want als je het ene graag wil, dan moet je andere keuzes maken dan als je het andere wil. Ik denk wel belangrijk is om te realiseren dat je het vanwege het ontwerp van het nieuwe pensioencontract niet helemaal los kan zien van de bredere portefeuille inrichting. Ja. Als je namelijk zegt, nou, we willen dat de ouderen geen spreadrendement, die moet dat spreadrisico niet hebben. Dat moet echt naar de jongeren. Dus we doen het theoretische rendement. Maar vervolgens geef je de ouderen nog wel een blootstelling aan het overrendement, dus feitelijk naar aandelenrisico. En dan die twee dingen zijn eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Want dan ben je de ouderen eerst aan het beschermen en daarna voeg je weer risico toe. Dus je moet het altijd vanuit het totaalpakket, zeg maar, beschouwen. Precies. En dan heb je natuurlijk nog het argument van Anita, dat die diversificatie ook belangrijk is. En dat je niet al je eieren in één mandje wil steken.
Ja, overigens, Anita opperde ook een optie C, hè, beide. Die optie wordt ook heel veel in de chat genoemd. Dus dat is ook wel goed om dat even aan te geven, dat veel van de kijkers daar, of in ieder geval relatief veel van de kijkers daar in ieder geval ook wel iets voor voelen. We hebben nog een vraag voor u, laatste polvraag van vandaag. En ja, die gaat eigenlijk over de aanpak van het Philips Pensioenfonds, voor zover u tot nu toe heeft gehoord of misschien daar wel iets van weet. De vraag is, wat vindt u van de aanpak van het Philips Pensioenfonds? Is dat A, ik kan me er wel in vinden, of ik zou het B of optie 2 toch iets anders aanpakken? En als natuurlijk dat laatste het geval is, horen wij in de chat graag hoe u daar dan over denkt. Stemmen kunt u nu doorgeven. Ik stel voor dat we misschien even een vraag ook uit de chat erbij halen, voordat wij nog, voor de oplettende kijker, ook naar de vierde instrumentkeuze gaan, want die gaat Jens nog zo meteen met u delen. Maar eerst eventjes een vraag voor jullie van het publiek. Jullie hebben een erg hoge DG en BDG. Wat betekent dat voor jullie rentehedge in de transitiefase? Je wil immers zoveel mogelijk activa bij het invaren. Dat is de vraag. Ja, we hebben daar ook al in een vroeg stadium over nagedacht. We hebben een hoge dekkingsgraad. Als je kunt invaren met een hoge dekkingsgraad, dan dat pakt goed uit voor iedereen. Dus je wil graag die dekkingsgraad wel beschermen. Dus we hebben ook risico afgenomen in de laatste periode. Zowel aandelenrisico als renterisico. Dus je ziet ook dat onze dekkingsgraad al langere tijd relatief stabiel is. Oké, hartstikke goed. Hebben wij inmiddels de uitslag binnen voor de vraag die wij net stelden? Misschien kunnen we die ook aan u laten zien, want dan heeft u een beeld van in ieder geval de aanpak van het Philips Pensioenfonds. Ik denk dat die er nog niet is. Dan stel ik voor, Jens, dat we eventjes, terwijl die uitslag binnendruppelt, naar die vierde instrumentkeuze gaan, dus het vierde kernpunt. Hoe werkt dat? Wat kun je daarover vertellen? Ja, de instrumentkeuze per generatie eigenlijk is afhankelijk van meerdere variabelen, waarvan we er een paar al weten. Dus wat we weten is dat ouderen over het algemeen relatief veel kapitaal hebben, maar weinig duratie. En credit en hypotheken kosten redelijk veel kapitaal om een renteafdekking mee op te bouwen. Maar voor gepensioneerden kan dat prima lukken. Daar heb je ook geen derivaten voor nodig over het algemeen. Voor alle deelnemers onder de 55 jaar geldt eigenlijk dat als ze renterisico willen gaan afdekken, ze daar niet te veel kapitaal aan willen besteden. Ze willen immers beleggen in groeiassets. En zoals Roland al zei, in die life cycles die wij over het algemeen zien, Dan zit je op die jongere leeftijden nog niet heel veel in vastrentende waarden. Dus dan is kapitaalefficiëntie en lange looptijden worden relatief belangrijker. Nou, renteswaps zijn voor deze groep juist nuttig, omdat je daar dus een significante renteafdekking mee kan opbouwen, zonder dat je er heel veel kapitaal aan hoeft te spenderen. Nou, dit gaat wel ten koste van de spread en van credits en hypotheken, al kan je, zoals Anita zegt, kan je dat nog op een andere manier inregelen. Maar zelfs als je dat niet doet, maak je dat nog meer dan goed met de rest van de groeiportefeuille, want daar heb je dan immers veel van. Dus ook hier geldt, er zijn een paar variabelen. Hoe ziet je grotere lifecycle eruit? Wat wil je precies bereiken? Maar met de juiste beleggingstechnieken kan je wel het gewenste risicorendementsprofiel vormgeven. Ik denk dat het in alle contracten uiteindelijk wel kan. Oké. Dat dus wat betreft de instrumentkeuze, dat vierde kernpunt, als we het hebben over de toekomstige invulling van die LDI-portefeuilles, die dus draaien om die vier kernpunten. Ik haal ze nog maar even, dat u ze goed scherp heeft. Die looptijdsverdeling, de keuze tussen de verschillende contracten, het beschermingsrendement en dus de instrumentkeuze. Uitslag is inmiddels binnen. En die is positief, denk ik, voor jullie. Althans, dat denk ik. 90% kan zich vinden in jullie aanpak. Ben je daar blij mee of zeg je het zou ook wel goed zijn geweest als het misschien wat verdeelder was? Want dat triggert ons misschien nog wel om er nog op sommige punten eens goed naar te kijken. Nou, dat is ik ben blij verrast. We hebben best wel wat tijd aan besteed om dit te denken. We hebben er ook met andere pensioenfondsen en ook met andere adviseurs over gesproken van dit is hoe wij het zien. Hoe je de plussen van beide methodieken met elkaar kunt verenigen. Dus goed om te horen dat anderen dat ook zien. En waarom hebben jullie gesproken met andere pensioenfondsen? Wat wilde je daar uit die gesprekken halen? Je eigen ideeën toetsen. Van dit lijkt ons een goed idee. Zien jullie dat ook? Of zien wij iets over het hoofd waar jullie op een andere manier naar kijken? Dus uiteindelijk, we zijn geen concurrenten van elkaar. Dus nee. Die kennisuitdeling die helpt, denk ik, om het collectief goed te doen. Ja.
Heel interessant om te horen hoe die aanpak bij jullie eruit ziet en wat jullie allemaal hebben ondernomen. Ik ben ook wel benieuwd naar die 10%. Misschien kunt u toelichten waarom u zich er niet in kunt vinden, wat daar de redenen voor zijn. Er zijn ook nog wel wat andere vragen die binnen zijn gekomen naar aanleiding van het verhaal so far. Laten we die eens even erbij halen. Ook voor het Philips Pensioenfonds weer, dekken jullie alleen de kaststromen van de uitkeringsfase af of ook de opbouwfase? En waarom? Wij dekken nu sinds, even denken, een jaar of vijf ook de opbouw af. We hebben altijd als principe gehad dat je dat de opbouw gefinancierd wordt uit premie. Alleen weet je dat op het moment dat je een afspraak maakt aan de cao-tafel over zoveel premie komt er binnen en deze opbouw kun je daarvoor doen. Daarna gaat de rente nog bewegen. Dus als op het moment dat je de afspraak maakt de premie voldoende is voor, ik zeg maar, een opbouw van 1,85%. Als daarna de rente fors gaat dalen, dan komt er eigenlijk te weinig geld het fonds binnen. Gaat de rente fors stijgen, komt er te veel geld het fonds binnen. Dat is natuurlijk een minder groot probleem. Dus we hebben nu al in twee, de laatste cao en de cao daarvoor hebben wij ervoor gekozen om dat renterisico van de opbouw, om dat af te dekken. Oké. Een iets algemenere vraag is deze. Wat is nog de toegevoegde waarde van een ondernemingspensioenfonds na wetswijziging en dus volledige overgang op DC-regeling? Dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Wat je uiteindelijk, zo kijken wij er zelf naar, dat wij bestaansrecht hebben als ondernemingspensioenfonds zolang wij toegevoegde waarde kunnen bieden voor de mensen die bij Philips werken of hebben gewerkt. Wij denken wel dat je als ondernemingspensioenfonds een DC-oplossing, dat die er bij ons heel anders uit zou zien dan bij PPI's of andere partijen. In die zin, we hebben nu natuurlijk een hele diverse beleggingsportefeuille, ook waar veel illiquide beleggingen in zitten. Dat kun je in een DC-oplossing, kunnen wij dat nog steeds een rol geven. Waar je ziet dat vaak in andere NDC-oplossingen, ook Roland had het over het buitenland, dan zie je vaak beleggingsoplossingen waar illiquide helemaal niet in voorkomt, omdat je met eenvoudige beleggingsfondsen wil kunnen werken. Wij denken dus dat wij een stukje complexiteit en een toegevoegde waarde in de beleggingen kunnen bieden, zonder dat daar een heel hoog prijskaartje aan hoeft te hangen, omdat we groot genoeg zijn om dat op een efficiënte en kostefficiënte manier te kunnen doen. Precies. Er komen veel vragen binnen. Waarvoor grote dank. Blijft u vooral ook insturen. Ik stel voor dat we straks weer eventjes een blokje inrichten om de meest recente vragen binnen te halen. We doen ook ons best om zoveel mogelijk vragen hier te beantwoorden, plenair. Mocht dat nou niet lukken, kunnen we daar altijd op een andere manier aan tegemoet komen. Maar eerst een ander belangrijk onderdeel waar we het ook graag met u over willen hebben, en dat is de operationele invulling. In de gesprekken met de pensioenfondsen over dat nieuwe stelsel is dat een heel belangrijk onderwerp. Daar gaan wij het met z'n tweeën hier in de studio in Amsterdam over hebben, of met z'n drieën hier. En Jens die blijft erbij. Misschien nog wel voor vragen straks, hè, Jens. Dat moet niet onderschat worden, hè, dat operationele gedeelte. En ik begreep ook, Anita, van jou dat een projectmatige aanpak belangrijk is als je het daarover hebt. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben eerst zelf als pensioenfonds uitgeschreven hoe wij denken dat het operating model eruit zou moeten zien. Dus hoe wij het graag zouden willen inrichten. Maar uiteindelijk gaan wij het niet uitvoeren. Dat doen onze uitbestedingspartijen. Dus vervolgens hebben we BlackRock als vermogensbeheerder, maar ook onze custodian en onze pensioenadministrateur bij elkaar gebracht. En gevraagd, kan het werken zoals wij het voor ons zien. En wat we ook zijn gaan doen, is eigenlijk alle gebeurtenissen die je kunt voorstellen. Iemand gaat met pensioen, er komt premie binnen, binnen de lifecycle verandert de assetallocatie. Wie gaat precies wat doen op welk moment als zo'n gebeurtenis zich voordoet? BlackRock moet weten welke transacties er plaatsvinden. Daarvoor moeten ze weten wat er bij de deelnemers gebeurt. En daarvoor moet je ook weten wat de waarde is van de beleggingen. Dus al die informatiestromen die moeten goed lopen. En wat we hebben gedaan is best een lange periode, wekelijks met elkaar samen aan tafel gezeten, om dat ook gezamenlijk uit te werken. Wat is er voor pensioenfondsen belangrijk, Roland, als het gaat om dat operationele model? Nou ja, zoals Anita al een beetje aangeeft, is eigenlijk gewoon terug naar de tekentafel. Hè? Omdat pensioenfondsen, alle uitbestedingspartijen zijn al jarenlang gewend om op een bepaalde manier met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen. En dat gaat veranderen. Zeker met flexibele contracten en de lifecycling moet je eigenlijk bij elkaar gaan zitten.
een nieuw idee vormen, uitwerken en kijken of dat werkt. En vandaar bijvoorbeeld wekelijkse call met alle partijen. Ja. Om zaken verder uit te werken, op te schrijven. Ook te testen straks. Of wat je uitgewerkt hebt, of het ook werkt op die manier. Precies, want dan krijg je het praktijkgedeelte. Dan krijg je dus iets meer waar je natuurlijk ook grip op wilt proberen te krijgen. Even naar dat operationele model, wat staat erin? Wat wordt erin beschreven? Ja, om het wat levendiger te maken. Neem bijvoorbeeld het maandeinde, het waarderingsproces van de portefeuille. Waar het pensioenfonds misschien wil dat iedere deelnemer wat sneller na maandeinde inzicht krijgt in het beleggingspotje. Wat is er voor nodig om tot die waardering te komen? En wie heeft welke informatie op welk moment nodig? Is er bijvoorbeeld sprake van wat we noemen segregated accounts, die je niet alleen waardeert, maar die je ook moet unitizen. Dus je moet daar zo'n koers op plakken, een aantal units berekenen, en dan heeft iedere deelnemer weer een aantal units in dat mandaat. Hoe ga je om met premiestorting of pensioenbetalingen? Hoe ga je om met rebalancing? Rebalancing zowel binnen ieder fonds, binnen de lifecycle, maar ook rebalancing tussen alle lifecycle fondsen. Hoe ga je om met collateral management in dat hele raamwerk? Dat zijn allemaal vraagstukken die uitgewerkt moeten worden. Ja, je begint echt inderdaad helemaal bijna vanaf nul weer. Tenminste, dat idee dat krijgen we erbij. Overigens, we zitten in een studio in Amsterdam. Mocht u wat geluid horen, dan wordt hier natuurlijk ook gewerkt. Dus wellicht dat ook thuis te horen is. Maar ik hoop dat ons verhaal in ieder geval goed bij u overkomt. Wat ik nog even benieuwd ben, ik weet niet of je het knelpunten moet noemen, maar als je natuurlijk deze fase opnieuw ingaat, Anita, kom je misschien ook wel weer bepaalde uitdagingen tegen. Wat zijn die wat jou betreft? Ja, uitdaging kun je het wel noemen. Ik denk dat het afhangt ook van voor welk contract je uiteindelijk kiest. Roland noemde al het flexibele contract waarin je meer toegaat naar beleggingsfondsen. Wat daar de uitdaging is timing. Dus heb je tijdig waarderingen, ligt de informatie tijdig bij BlackRock om ook transacties te kunnen doen. Bij het solidaire contract dan gaat het uiteindelijk met name om hoe ga je rendementen toedelen. Dus dan is de kwaliteit van performancecijfers is daar een belangrijke uitdaging. Hoe zorg je dat die kwaliteit op orde is? Nou, is het ook zo dat bij het gebruik van derivaten, zoals bij LDI-beheer, dat daar ook nog wel aanvullende vragen uit voort zouden kunnen komen? Over wat voor vragen hebben we het dan, Roland? Ja, dan heb je het over de renteafdekking en dan maak je inderdaad gebruik van derivaten. Als dat zo is, dan laten we bijvoorbeeld renteswaps nemen. Dan heb je nog een keuze uit bilaterale swaps of centrally cleared swaps. Dan is er ook een onderpandbehoefte. Is die onderpandbehoefte, is dat obligaties of is dat cash of is dat beide? Waar hangt dat ergens in de structuur? Want misschien dat je voor een bepaald deel van de populatie rente afdekt. Ook middels het gebruik van swaps. Daarvoor is onderpand nodig, maar dat onderpand hangt ergens, misschien ergens anders in een ander lifecycle fonds. Waar andere deelnemers ook weer exposure naar hebben. En kun je dat dan als onderpand gebruiken? Hoe werkt dat? Kan dat? Wat gebeurt er in slechte scenario's? Bijvoorbeeld een tegenpartij gaat failliet en deelnemers moeten gecompenseerd worden. Dat zijn allemaal wel redelijk complexe vraagstukken die wel uitwerking behoeven. Ja, en nog even één vraag. Je had het net ook over dat testen. Hè? Op een gegeven moment ga je dus van die tekenfase naar testen. Wat is daar belangrijk bij? Eigenlijk gewoon iedere stap in het proces, als het goed is heb je die opgeschreven, die is uitgewerkt. En vervolgens ook echt, als je live wil gaan straks en de hele infrastructuur bouwen, ook alle stapjes, stap voor stap gaan testen of het ook tegen problemen aanloopt die je vooraf niet had voorzien. Precies. Veel vragen. Laten we er weer een paar bij pakken. Heeft Philips ook veel last van de druk om solidair te kiezen, is een vraag. Bij ons zijn de sociale partners zijn er nog niet uit. Dus in die zin, als pensioenfonds zijn we daar niet zo nauw bij betrokken. De rol die wij daar met name spelen is om uit te leggen wat als je nu het ene of het andere contract kiest, wat betekent dat nu voor de deelnemers? Waar wij zelf wel van mening zijn dat uiteindelijk de contractkeuze niet bepaalt wat er in de potjes van mensen landt en wat voor uitkeringen mensen krijgen. Je kunt het flexibele contract kun je relatief solidair inrichten en je kunt het solidaire contract relatief individueel inrichten. Dus het gaat uiteindelijk meer wat vind je belangrijk en daar is in beide contracten een oplossing voor te verzinnen.
Oké, andere vraag. Zijn er marktomstandigheden denkbaar waarin er geen adequate waardering mogelijk is? Zo ja, moet je hiervoor in je pensioenreglement werkafspraken maken? Ik laat even aan jullie wie die vraag beantwoordt. Anita? Ik kan er wel wat over zeggen. Ja, misschien als jij begint, dan kan Roland aanvullen. Uiteindelijk, als je wil op een moment wil je de waardering vaststellen, omdat je die nodig hebt om verder te kunnen. Je kunt daar afspraken over maken. Hoe je dat moet je in alle marktomstandigheden. Van alle illiquide beleggingen is de waardering er niet zo snel. Dus je moet, denk ik, afspreken hoe je dat gaat doen. En dat moet ex ante niet in het voordeel van de een of de ander zijn. En ik denk dat bijzondere marktomstandigheden daarin niet anders zijn dan de standaard marktomstandigheden. Want dan moet je ook al afspraken maken. Ja, dan moet je ook afspraken maken. Of dan zou je nog een bijzondere marktomstandigheden, LNS geen prijs, een soort van fair value policy kunnen hanteren of zo. Dus dat je probeert er een waarde op te plakken. Oké. Helder. Ja. Blijft de beleggingsportefeuille intact tijdens de transitiefase of komen daar wijzigingen in? Dat wordt denk ik wel een uitdaging. Als je overgaat naar het nieuwe stelsel, wil je eigenlijk vanaf dag 1 belegd zijn zoals je dat in het nieuwe stelsel wilt. Dat betekent dat je dus die transitiefase ook moet gebruiken om de portefeuille daarop voor te bereiden. En er komen altijd wel wijzigingen. Al heb je het maar over de looptijdenstructuur van een renteafdekking. Ik denk dat die over het algemeen wel anders zal zijn dan in het huidige stelsel. Maar tegelijkertijd hebben wij ervoor gekozen om risico's wat meer dicht te zetten in de transitiefase. Ja, je wil die risico's niet in de laatste maanden nog even volledig opengooien terwijl je vast overgaat naar een nieuwe beleggingsportefeuille. Dus dat wordt nog een uitdaging om dat op een keurige manier te doen. Maar ik ga ervan uit dat we ook daar wel weer in goed overleg uitkomen. Oké, andere vraag gaat over. Dat is iets wat we, waar we heel veel vragen over krijgen tegenwoordig. Hoe ga je inderdaad van oud naar nieuw? En je wil, zoals Anita zegt, je wil eigenlijk niet je oude beleggingsbeleid nog hebben in het nieuwe stelsel. Maar je kan het je ook niet echt veroorloven om in de aanloop naar de transitiedatum al grote wijzigingen te maken, als dat betekent dat je dekkingsgraad daardoor volatieler wordt. Want dan loop je het risico dat je de hele transitie natuurlijk, dat je in de problemen komt als je net pech hebt, zeg maar, op 31 december. Dus er wordt gesproken over meerdere methodes. Eentje is risico van tafel halen. Andere is misschien niet-lineaire productenkoop, zoals opties en swaptions, om een soort verzekering te kopen voor die specifieke periode. En dat is feitelijk. Zorg je dan gewoon voor een soort smoothing van de transitie, omdat je het je niet kan veroorloven om van één datum afhankelijk te zijn. Is er een kostenverschil tussen flexibel of solidair? Ja, we hebben daar best wel, die vraag hebben we al vaker gekregen. Zit je in het flexibele contract, dan is het denkbaar dat je misschien wat meer kosten hebt aan de keuzebegeleiding. Hangt er ook vanaf hoeveel keuzes bied je überhaupt aan je deelnemers. Voor het solidaire contract zijn er wat grotere wijzigingen nodig in de pensioenadministratie. Ik vind het heel moeilijk om er een uitspraak over te doen. Ik heb niet het idee dat de kostenverschillen gigantisch zijn. Oké. Ik kan me ook voorstellen dat u meer vragen heeft over in ieder geval dit onderwerp of over aspecten van wat wij besproken hebben. Kijk vooral zo meteen eventjes op de website die wij ook delen in de chat voor meer informatie. In ieder geval vindt u ook meer op blackrock.nl daarover. Laatste vraag van deze ronde. Die gaan we nu met u delen. Misschien mag ik die zien op het scherm, want dan kunnen we die voorleggen aan de gasten. Nou, dat laat even op zich wachten, die vraag wat dat betreft. Misschien is die kort genoeg om te noemen. Nee, daar is die. Wie vertegenwoordigt de gepensioneerden aan de werkgevers en de vakbonden wat betreft het invaren? Zoals het bij Philips en Signify werkt, weet ik dat de vakbonden ook gepensioneerden in hun achterban hebben. En sowieso hebben, in het geval bij ons is dat de federatie van Philips gepensioneerden, die hebben ook een hoorrecht. Dat is wettelijk zo geregeld. Dus via die route worden belangenorganisaties of vertegenwoordiging van de Philips gepensioneerden ook gehoord in het proces. En binnen het pensioenfonds zitten gepensioneerden natuurlijk ook in het bestuur. Oké.
Dank nogmaals voor al uw vragen. Want ik stel voor dat we het voor nu bij deze vragen in ieder geval houden. Mocht u meer vragen hebben, dan weet u zich in ieder geval weet u bij wie u zich kunt melden. We hebben veel zaken hebben we met elkaar besproken vanmiddag over dit onderwerp dat veelomvattend is. En we kunnen dat natuurlijk nooit in 45 minuten samenvatten. Dat realiseren we ons ook. We willen u wel tot slot nog wat zaken meegeven waarvan u in ieder geval denkt, nou, daar kan ik straks nog eens over nadenken of dat zijn punten die belangrijk zijn om nog een keer te arceren, om die aan te stippen. Jens, ik wil bij jou beginnen. Wat zou je tot slot willen delen? Ja, zoals Anita en ik hopelijk hebben kunnen overbrengen, zijn er een aantal belangrijke keuzes te maken, welke allemaal best wel een duidelijk effect hebben op hoe risico en rendement worden verdeeld over de deelnemers. En hoe meer pensioenfonds heldere doelstellingen voor de uitkomsten van deelnemers kan definiëren, hoe makkelijker het wordt om te bepalen aan welke knoppen je wilt draaien en hoe. Dus het gaat echt om die stip op de horizon. En dan de rest kan je dan uitwerken. Anita, wat zou jij willen delen? Misschien meer gericht op de operationele uitwerking. Begin op tijd, breng je uitbestedingspartijen bij elkaar. En werk in detail voor elke gebeurtenis uit wie wat doet en wanneer. Oké, dankjewel. Roland? Ik sluit me daarbij aan en als toevoeging daarop zou ik willen zeggen, realiseer je dat het operationele model en de uitwerking ervan net zo belangrijk is als het vermogensbeheersvraagstuk. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie vanmiddag wilden aanschuiven om dit verhaal te delen. Dank voor jullie komst naar de studio in Amsterdam. Dankjewel Jens voor je deelname vanuit Londen. Dank voor het kijken naar dit partnerwebinar van PensioenPro in samenwerking met BlackRock Nederland. Mocht u meer vragen hebben, laat het dan vooral weten in de chat. Dan zorgen we dat die terechtkomen bij de mensen die dat voor u kunnen beantwoorden. BlackRock.nl, daar staat meer informatie. En binnenkort ontvangt u ook per mail een hele korte enquête. Die kunt u binnen een minuut invullen. En dat helpt ons als PensioenPro om dit soort webinars de volgende keer nog beter te maken. En misschien wel nog informatiever. Dus als u daar de tijd voor wilt nemen, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Dank alvast namens het hele team. Ik wens u een fijne dag, dank voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.